OMG, wat is het druk in het Pokémon-landschap? Is gewoon de nieuwe trailer van Detective Pikachu verschenen. Met Ryan Reynolds in de hoofdrol als, jawel, Pikachu. En is Detective Pikachu. Detective Pikachu. En is in dezelfde week generatie 8 Pokémon aangekondigd. Pokémon Sword en Pokémon Shield. En Pokémon Gun! Wat? Oh, had je dat niet meegekregen dat zo'n Spaanse blad had per ongeluk de meme in het tijdschrift gezet? Er stond Pokémon Gun gewoon tussen. Oké, vet. Ja, nou leuk. Dus het is heel erg druk in de Pokémon wereld. Ik zag ook dat de nieuwe Pokémon series aangekondigd. De nieuwe Zon en Maan anime. Wordt dat in Nederlandse taal het persbericht. Kortom, tijd voor de stelling van de maand. Alle Pokémon na generatie 3 zijn kut, ruk en dienen niet te bestaan. Ze zuigen Ponyta ballen. Zeker weten. En we hebben tijdens, als je wil weten, tijdens de afgelopen Games en Podcast hier uitgebreid over gesproken. We nemen dat eventjes mee naar de stelling van de week. Want we maken ons druk. Want kijk Pokémon Sword en Shield. Ik heb er heel veel zin in. Omdat het een nieuwe generatie Pokémon is op de Switch. En ik vind de graphics gewoon vet. Alleen ik hou gewoon mijn hart alweer vast. Je vond de starters toch raar? Ik vond de start, nou, jouw starter, die blauwe. Die vond ik niet zo leuk. Dat is een soort kikkervisje. En Score Bunny vind ik een hele stomme naam. Maar dit is, er zijn best wel weer wat dingen om aan te merken. Oké. Okay. Je bent ook niet Team Grookey? Of? Nee, ik ben wel Team Score Bunny, als in dat wordt mijn starter. Oké. Okay. Alleen Grookey was, ja, alleen goed. Meteen een andere naam. Ja, wel meteen een andere naam maken. Maar het is wel een beetje zo, dat als, daar hebben we het wel vaak over gehad. Ik heb het idee dat er bijna geen fans zijn van nieuwe Pokémon games. Jawel. En dat iedereen die fan is van de nieuwe Pokémon game eigenlijk dat een soort van is uit, oké, de oude Pokémon is er niet meer, dus we gaan wel mee en we spelen het nieuwe spel, maar het valt eigenlijk altijd tegen. Ik bedoel, kijk naar de Sun en Moon, mensen vonden het wel leuk. Maar mensen, het is een goede game. Ja, maar mensen vinden het niet zo leuk als dat het vroeger was. Weet je, als je met je Sapphire, met je Gold, dat waren nog, weet je, dat had nog iets. En, ja, oké. Okay. Toe, ik snap waar je naartoe wil. Het is niet meer, de magie is een beetje weg. En de magie wordt er constant met de haren bijgesleept door inderdaad, de eerste Pokémon die je ziet in de trailer van Generation 8 is fucking Pikachu. En dan snap ik ook dat ze dat doen, ja, dat... want dat willen we gewoon allemaal zien. Ja, tuurlijk, we willen gewoon vergelijkingsmateriaal. Hoe is deze Pikachu? Hoe is het dan mooier dan Let's Go eigenlijk? Ja? Ja. Oké. Okay. Even wel goede graphics. Maar ik snap waar je naartoe wil. Nee, maar ik bedoel, ze hebben iets meer een soort van anime-achtige vibe erin. Nee, dat snap ik, maar dit was heel erg een zin van, hoe goede graphics. Ja, nee, ja, goed, ja. Goede graphics. Nee, ik bedoel, ik weet waar je naartoe wil, want ik, voor mij, Heart Gold en Soul Silver is voor mij, zeg maar, weet je wel, de kern van wat voor mij, zeg maar, de beste Pokémon game was. Gewoon omdat die ik het meest gespeeld heb. Maar je hoort altijd mensen zeiken op de nieuwe generatie Pokémon. Zo van, oh ja, nu is een fucking kroonjuweel of zo. What the fuck, Klefki. Dit is een sleutelhanger. Doe gewoon, nee maar even oprecht. Er is een verschil tussen Gen 1 tot 3 en daarna. Er zijn echt de raarste dingen bedacht. En ik bedoel, weet je, het is gewoon te out of the box geworden. Okay. Ik kan niet een Trubbish of een Garbodor spelen. Het kan gewoon niet. Ik vind Trubbish en Garbodor er fantastisch uitzien. Ze zijn maar hobby's. Weet je, altijd als mensen gaan zeuren zo van, alles na generatie, weet je wel, 1 of 3. Dat zijn de twee, zeg maar, soort van antwoorden die je kan geven. Alles na generatie 3 is ruk. Heb ik zoiets van, gast, generatie 1 en 3 zitten ook dingen. Er is een Pokémon, is gewoon een steen. Is een Pokémon. En een magneet is een Pokémon. Was de evolutie? 3 magneten. Dus Pokémon zijn altijd al gewoon een beetje bij de haren erbij gesleept. Van, oh kijk, we hebben weer iets nieuws bedacht. En dat vind ik prima. Want weet je wat het mooie is aan die games? Je gaat die wereld in en het is jouw verhaal. Het is jouw team. Het is jouw soort van hoe je die game aan wil pakken. Dus hoe ik Pokémon games speel. Ik was vroeger ook van kamp. Alles na generatie 3 is kut, weet je wel. Maar ik heb gewoon geleerd. Je pakt die game op en je gaat de Pokémon vangen waar je zelf affiliatie mee hebt. Soms is dat er eentje van generatie 1. Vaak. Maar ook wel eens uit generatie 7 vind ik ook toffe dingen tussen zitten. Zo pak je gewoon van, oh die ziet er cool uit, die wil ik, die is vet. Wat voor evolutie heeft hij, wat voor krachten heeft hij, hit me up, weet je wel. Je kiest zelf wat je tof vindt en wat je niet tof vindt. Dus dat is toch prima? Het is niet meer gotta catch them all. Dat kun je ook doen als je zo game. Maar je kunt ook gewoon alleen catchen wat je tof vindt. Unknown. Unknown zijn de letters. Ik vond het cool. Het was hele goede lore. Ik vond het cool, echt, ja. Ik vond het hele vette lore. Ik vond het heel... Want, weet je, waarom staat Voltorb in dit lijstje met slechtste Pokémon? Voltorb is awesome. Het is generatie 1, dus... Het is een bal. Het is een fucking bal die kan exploderen. Het is een elektrode. Heb je Ditto gezien? Ditto is awesome, want Ditto kan alles worden. Daarom moet hij zo zijn. Daarom is hij kneedgum. Okay. Daarom is hij kneedgum. Ja, hallo. In Batman heb je toch ook die guy, Clayface. Die kan zichzelf... Ditto is de Clayface van Batman.
een Pokémon. Ja, maar ik wil alleen maar zeggen dat die Pokémon is net zo weird als iets in een Het is niet erg dat een Pokémon weird is. Het gaat er alleen om dat op een gegeven moment het te... Haha, we gaan nou dit doen. Weet je, als je dat een eerste keer doet... Dan vang je hem toch niet? Ja, jawel, want het is wel You Gotta Catch Them All. Je wilt ze uiteindelijk allemaal zien in die nieuwe wereld. En het is gewoon... Sommige van die Pokémon... Kijk, weet je wat het is? Dat was eigenlijk heel erg goed aan deel 1. Het was heel erg gethematiseerd. Weet je wel, in het bos begon je. En in het bos waren bosachtige, dierachtige Pokémon. Ik zeg niet dat alle Pokémon op dieren moeten lijken. Hè? Nee, nee, oké. En op een gegeven moment kwam je dan in zo'n haunted house. En daar waren allemaal spook-Pokémon. Je komt in de grotten en daar waren dus allemaal steen-Pokémon. Zo zijn die Pokémon bedacht. Dat is het verschil tussen generatie 1 tot en met 3 en generatie later. Bij die eerste generatie had je een omgeving en ze gingen naar aanleiding van die omgeving gingen ze Pokémon bedenken. En dan was het af en toe inderdaad een beetje raar met een magneet, maar dat had daarmee te maken. Dat was een elektriciteitsgebied, et cetera. Maar later is de hele idee achter die hele wereld is helemaal laten varen. Toen zijn ze maar gewoon gaan schetsen. Jij hebt, er komt nu in beeld, die fucking vette Britse Pokémon gemaakt door een guy. Stel je voor als je zeg maar nu een Brits gebied zou hebben. Ik weet niet of Pokémon lijkt op Groot-Brittannië. En je maakt dan een paar Brits-achtige Pokémon. Vind ik niet eens gek. Als er maar een soort van idee achter zit. Ik denk dat die guy die Britse gekke Pokémon heeft getekend, dat hij meer een soort van idee erbij heeft dan wat de Pokémon Company de laatste jaren heeft bij hun Pokémon. Ah, nou, we weten het nog niet. Misschien komen ze wel met gewoon een Haggis monster of zo, weet je wel. Dat zou ze een Loch Ness-achtige Pokémon. Ja, oh, natuurlijk gewoon een Gyarados-achtige unit in Loch Ness. Prima. Ja, maar dat, dan vind ik het oké, weet je. Want dan heeft het een soort van idee achter. Ja, ik denk dat... Spoink heeft geen idee. Nee, maar dude, wat maakt het uit dat Spoink geen idee heeft? Als je Spoink tegenkomt in een bosje, maakt me niet uit waar, heb ik zoiets van, dat is een lieve motherfucker. Dat is een leuke unit, die wil ik hebben. Die ziet er hilarisch vet uit. In latere generaties heb je nog steeds ook die gethematiseerde shit. Iets minder misschien. Jij hebt best wel een goed punt dat je zegt van, het ging allemaal om thema's. Ik denk dat je dat nog steeds wel hebt in mondjesmaat, maar er zijn gewoon meer Pokémon en er is niks mis mee. Omdat je gewoon zelf kan zeggen van, fuck deze guy. Je ziet ze toch allemaal wel in de wereld. En als je zoiets hebt van, wat ik zie vind ik niet gaaf, dan vlieg je. Ja, dan vlieg je. Dat is waar. Ren weg, red jezelf. Dat is waar. Ik ben nou oprecht benieuwd hoe ze dat gaan doen. In hoeverre ze gaan vernieuwen ten opzichte van de vorige delen. Ook qua hele structuur van die spellen. Van dat je elke keer weer nou een badge moet halen. En elke keer. Ik hoop wel, ik denk dat mensen dat willen. Ja? Ja, ik las laatst op Twitter ook wel een hele interessante thread. Waarbij mensen zeiden van, hoe kan het dat elke andere game die zichzelf continu herhaalt afgekraakt wordt, maar Pokémon mag het telkens weer flikken? Ja, maar Pokémon mag het niet telkens flikken, want Pokémon heeft gewoon de lifehack dat ze generatie 1, 2, 3 hebben gemaakt. En daar teren ze nog steeds. Ik bedoel, wie wordt er warm in Pokémon Go dat generatie 4 erin komt? Niemand wordt daar warm van. Iedereen wil de Pokémon Go spelen om Pikachu. Ja, met Pokémon Go snap ik het heel erg, maar dat is heel mainstream. En dat is precies de reden dat in de Sword and Shield trailer de eerste Pokémon die ze lieten zien Pikachu was. Dat is wat hun legitimiteit geeft aan de rest. En om voor de toekomst klaar te zijn, zou het voor de Pokémon Company misschien wel leuk zijn om een keer weer naar de tekentafel te gaan. Nou ja. Let's Go is toch wat je wil? Ja, Let's Go is nu wat ik wil, omdat het generatie 1 is. Ja, ja precies. Maar ik bedoel, dan zijn ze toch... Ze zijn daarmee al terug naar de tekentafel gegaan. Dat is waar, maar misschien moeten ze in een nieuwe Pokémon game ook gewoon een keer echt een stap zetten. Maak een Skyrim-achtige 3D-wereld Pokémon. Ga een keer iets doen wat niet alleen maar leunt op het succes van deel 1, maar probeer ook, weet ik veel, gameplay-matig een keer wat anders. Nou, ik heb het idee dat ze dat wel doen, maar dan krijg je, weet je al, Pokémon Mystery Dungeon. Dan krijg je Pokken, weet ik veel. Dan krijg je echt, zeg maar, de spin-offs. Maar de Pokémon RPG's zijn dat dingetje. Zijn die formule van, weer een badge verzamelen, weer een nieuwe regio, er is een boot. En toch heb ik er weer zin in. Maar dat is vooral vanwege de nieuwe graphics, moet ik toegeven. Ik ben ook gewoon heel erg benieuwd naar wat ze allemaal in deze generatie hebben. Ik ben niet meteen fan van alle generaties, maar in elke generatie vind ik genoeg, zeg maar, toffe Pokémon om te zeggen, oké, cool. Weet je wel, ja. Kom maar op met Ploink. Goed. laat eens weten wat jij ervan vindt. Zijn de Pokémon na generatie 3 nog wel Pokémon? Hebben ze nog bestaansrecht? Of zijn we gewoon super discriminerend? Hebben ze nog wel bestaansrecht? Het is echt alsof je een of andere genocide op de Pokémon wil gaan plegen. Load them up, boys. Load them up. Get him to the camp. Get him to the camp. Nou ja, in principe, ze worden al gevangen in een bal meegenomen verplicht. Weet je, het is allemaal niet...
Kijk, qua mensenrechten is het allemaal al niet helemaal kosher. Maar goed. Ik ben lief voor mijn Pokémon. Ik weet niet wat jij allemaal aandoet als je ze eenmaal hebt gevangen. Maar ik ben lief, ik geef ze snoepjes, ik probeer vrienden met ze te worden. Wil niet. Wat ben jij voor een monster? Je geeft ze snoepjes, weet je, het is gewoon zielig. Het is gewoon echt heel zielig. Maar goed, maar vind het verhaal niet uit. Laten we het niet hebben over hoe zielig Pokémon in principe behandeld worden. Want nee, ze gaan nooit dood, maar ze feinten. En dan krijgen ze weer een spuit van Nurse Jenny van ga maar weer vechten. Is toch kut, of niet? Ja, oké, de Nurse is echt een joy. Is echt een fucking monster, ja, zeker. Ja. Maar oké. Als ik in die wereld zou zitten, ik zou chillen met Pokémon. Ja, weet je, dat is allemaal wel prima. Maar er is ook een soort economie rondom Pokémon. Je wil er geld aan verdienen, wil er steeds verder komen. Het is, weet je, het is... Ik wil gewoon chillen met een Slowpoke. Ja, nee, dat is prima. Maar dan moet je wel een baan hebben. Je moet een Slowpoke kunnen betalen. Je moet gewoon hem kunnen onderhouden. Weet je, dat is allemaal niet makkelijk. Sommige mensen moeten gewoon trainen om rond te kunnen komen. Weet je, dus... allemaal leuk, een beetje. Ik heb al een baan. Maar het is allemaal. Wat is dit voor een soort van ghetto-schetsing van de Pokémon-wereld? Wat vinden jullie van de stellingen? Waar ik ook heel benieuwd naar ben. Wat wordt jouw starter? Ik ben een Scorbunny-man. Ik ben een Sobble kind of guy. Sobble kind of guy. Hoezo is dat nou weer zo fout? Omdat het sobbelen is, klinkt het. Is dat ook weer een term in jouw scene? Nee, helemaal niet. Dat klinkt gewoon die guy is zo'n sobbel. Het klinkt als sabbelen. Maar goed, maakt verder niet uit. Laat het weten in de reacties. Onwijs bedankt. En als je een nieuwe stelling hebt, de stelling van de week, volgende week, laat ons weten ook in de reacties. Dankjewel, Tom. Ik wel, Peter. En tot de volgende hier op Gamers.nl.